You're just too marvelous. Too marvelous for words like glory. Dit is Meneer Van Dalen. De podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parkie en ik ben uitgever bij Van Dalen Uitgevers. Op 22 maart verscheen de nieuwe editie van De Dikke Van Dalen, met een feestelijke presentatie en veel aandacht in de boekhandel en in de pers. Hoe werd er gereageerd? En waarom was dat zo interessant? Ik praat erover met Ton den Boon en Ruud Hendricks, hoofdredacteuren van De Dikke Van Dalen. In a Webster's Dictionary. Hoe is dat? Welkom om te beginnen, heren hoofdredacteuren. Hoe is dat als je het werk van zoveel jaren opeens op grote stapels in de boekhandel ziet liggen? Ruud? Toch wel een beetje trots. Ja. En een beetje blij. Wel heel erg blij eigenlijk, want hij ziet er bijzonder goed uit. Dus dan denk je, ja kijk, daar heb ik toch maar mooi aan mogen meewerken. Nou ja, en zo is het. Daar is alle reden om trots op te zijn. Hoe is dat voor jou, Tom? Ja, toch wel hetzelfde. Het is inderdaad een heel mooi boek geworden. Je werkt er lang aan. En dan is het natuurlijk wel leuk om te zien dat het eindresultaat ook zo ontzettend mooi vormgegeven is. En ja, dat het toch ook wel heel goed landt. Ja, zeker ja. Ik ben zelf ooit in de uitgeverij gaan werken, omdat ik het zo ontzettend leuk vond om een concreet product te maken. Je weet wel waar je weet precies waar je aan werkt. Ja, nou, dat is inderdaad heel herkenbaar. Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus het is een heel praktisch iets. Hè. Dus je hebt jaren gewerkt aan een product, wat er voor ons toch in de eerste plaats uitziet als een gigantische database. En dan na zoveel jaren is er daar weer eens een foto van gemaakt. En dat blijkt dan een heel dik boek te zijn, dat daar mooi staat te wezen in de kast. En dat je uiteraard ook vooral moet open doen, want aan de binnenkant is het ook heel erg mooi. En dat is inderdaad een iets wat toch altijd een goed gevoel geeft. Hè? Van het staat er toch, maar het is er echt nu voor de eeuwigheid. Hè? Dus over 200 jaar kopen is dat ding er nog. Hè? Zeker. Ja, wij hebben ook nog van 150 jaar geleden. Ik denk dat er in Nederland 3 exemplaren zijn van het eerste woordenboek. Maar 3? Ja, maar deze heeft vast een veel grotere oplaag. dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ja. Nou ja, wat je zegt van die database, het is ook nog. We vergeten dat wel eens een enorme klus geweest om van die database ook een mooi gezet boek te krijgen, te maken. Er zijn mensen maandenlang mee bezig geweest. Die mogen ook wat aandacht krijgen. Maar Ton, jij zei, hij is goed geland. Dat idee heb ik wel. Het is natuurlijk zo dat we wisten dat er toch wel weer mensen zich verheugden op die nieuwe editie. Dat was vorig jaar al duidelijk toen de persberichten verstuurd werden dat er een nieuwe editie zou komen. Maar nou, dan is het toch altijd wel spannend hoe erop gereageerd gaat worden als het boek er werkelijk is. En nou ja, in de eerste plaats was natuurlijk het plaatje er. Daar werd ook positief op gereageerd. Het plaatje van hoe het eruit zou zien aan de buitenkant. En vervolgens die persberichten die verstuurd zijn over de veranderingen die we hebben toegepast op het woordenboek. Daar werd natuurlijk ook positief op gereageerd. En nou ja, als je dan uiteindelijk ziet dat het boek verschenen is op 22 maart, dat er in de kranten, in columns bijvoorbeeld, heel positief op gereageerd wordt. Ja, dan is dat wel heel fijn, hè, als je er zoveel jaar aan gewerkt hebt. En er wordt ook door de uiteindelijke gebruikers van het woordenboek zo positief op gereageerd. Ja, natuurlijk. Maar wat werd er gezegd? Nou ja, kijk, er werd gezegd dat het boek er natuurlijk mooi uitzag. Maar er zijn natuurlijk altijd columnisten die meteen een paar woordjes opzoeken. En als die er dan in blijken te staan, dan zijn ze meteen blij. Wat ik ook wel weer leuk vind, is dat er ook columnisten waren, of recensenten, niet echt, maar in ieder geval schrijvers, die toch verrast waren door wat in het woordenboek stond. Kijk,
al die schrijvers die halen dan wel weer een woordje aan, een stokpaardje dat er wel in staat of dat dat op een bepaalde manier gedefinieerd is waar ze door verrast zijn. En dat zie je op het moment dat mensen dat boek openslaan en erin gaan bladeren, dan vinden ze er altijd iets leuks in. En natuurlijk is er ook altijd iets te vinden om over te mekkeren, maar ja, dat komt nog wel. Kan je een voorbeeld noemen? Nou ja, wat me opviel is dat, onder meer bijvoorbeeld het woord wappie natuurlijk, daar hebben we best veel aandacht aan besteed. Dat is ook typisch een woord van de afgelopen paar jaar, dat is heel populair geworden, althans in Nederland, in verband met die complotten, in verband met corona. En dan blijkt dus dat het woord viruswappie erin in het woordenboek staat. En het woord wappie, en dat bovendien beschreven is als een productief deel in samenstellingen. Zoals het viruswappie, reliewappie, complotwappie enzovoort. Maar iemand was daar toch min of meer verbaasd over dat we zo actueel zijn. Nou, moet ik zeggen dat ik toen wel heb gezegd van zo actueel was het ook weer niet. Want het woord, ja, dat figureerde toch al enige tijd in onze taal. En wij beschrijven die taal op het moment dat het inderdaad heel gangbaar is. Dus zo'n woord hoort echt in het woordenboek. Ja, en jij bent die woorden al vroeg op het spoor. Nou ja, dat is onze taak. Hè? Daar zijn we voor geboren en aangenomen. Om woorden op te sporen en te registreren en zo nodig te beschrijven. Zeker. Wat is jou, Ruud, opgevallen in de reacties? Wel, ik heb gemerkt dat heel wat mensen toch wel heel aardig en positief hebben gereageerd op de verhalen die we in het woordenboek hebben gezet. Omdat die verhalen hen erop wijzen hoe veranderd dat die taal is. Dus heel wat mensen die zeggen van, ach, alweer een nieuwe dikke, ik heb er nog één. Ja, die ziet er twee rode delen. Denk, ja, dat is ongeveer 40, 50 jaar oud. Misschien wordt het al wel eens hoog tijd dat je een nieuwe koopt. En dan zeggen ze van, ja, maar ja, kijk, de taal verandert. Hè? Dus, en dat hebben we heel mooi laten zien in die verhalen. Ik heb ook op de Belgische radio heel wat over die verhalen verteld. En dan merk je dat de taalgebruiker ineens beseft van, hey, maar kijk, zo'n woordenboek, dat is inderdaad een weerspiegeling van de tijd waarin het is verschenen. Hè? Dus als een editie uit 1924... verschilt uiteraard van de editie 2022, niet alleen omdat er dingen bij zijn gekomen die er ook in staan, maar ook omdat we naar bestaande dingen op een totaal andere manier kijken en dus dat anders gedefinieerd is. En bijvoorbeeld, als je zegt, ja, van een tram, ik denk dat erin staat dat dat een soort koets is die niet door paarden wordt getrokken. Dan denk je van, heeft iemand dat dan ooit zo gezien? Ja. Op het moment dat woordenboek verscheen. Alleen beseffen we dat niet meer. En dus voor heel wat mensen zijn die verhalen een terugblik, of voor hen een kennismaking zelfs, met het Nederlands van 100, 120, 150 jaar geleden. En dat heb ik gemerkt in de reacties, vinden ze heel erg fijn. Ja. Ton, heb jij dat ook gemerkt? Ja, die taalverhalen zijn echt een succes. Omdat wat Ruud natuurlijk zegt, die weerspiegelen niet zozeer het moment, de momentopname, maar eigenlijk de geschiedenis van het Nederlands van de afgelopen anderhalve eeuw. En dan zie je dat er woorden bijgekomen zijn, maar dat ook een heel jargon soms ontwikkeld is in een bepaalde periode. Denk aan het fenomeen cosmetica. Dat was in de 19e eeuw een heel beperkt kennisdomein met poudre de riz en blanketsel en nog een paar woorden. Maar woorden als lipstick en body lotion enzovoorts bestonden niet. Nou, er zijn de afgelopen 150 jaar heel veel woorden bijgekomen. En uiteindelijk weerspiegelt dat ook als je dat beschrijft in zo'n taalverhaal en de lezer leest dat, dan ziet hij hoe de wereld veranderd is in die anderhalve eeuw. En zo zie je dus inderdaad dat het woordenboek 150 jaar geleden of zelfs nog een eeuw geleden eigenlijk een woordenboek was van een tamelijk agrarische samenleving. Ja, en nu is het een woordenboek dat een heel ander soort samenleving weerspiegelt. Een heel veel diversere
samenleving met veel meer verschillende technologieën, maar ook met heel veel verschillende meningen en wereldbeelden. En dat hebben we geprobeerd in die taalverhalen een beetje te laten zien. En ik merk dat mensen daar heel enthousiast op reageren. Ja, ik was heel erg verbaasd ook over bepaalde dingen. Ik vond bijvoorbeeld het taalverhaal over broodbeleg heel interessant. Ik weet niet meer precies wanneer hagelslag in het woordenboek is gekomen, maar dat was veel later dan ik dacht. En pindakaas. Ja. Dat voelt voor mij als dingen die er altijd al zijn geweest, bij wijze van spreken in de middeleeuwen. Maar dat is bepaald niet zo. Dus dat geeft een heel interessant inkijkje in de wereld. Ja, nou ja, dat wilden we natuurlijk ook doen, omdat het precies 150 jaar geleden is dat Johan Hendrik van Dalen zijn eerste dikke Van Dalen liet verschijnen. En dit geeft heel mooi invulling aan die jubileumeditie die deze 16e druk is. Ja, maar je zegt ook, Ton, hè, het is een veel diversere samenleving. Dat moet ook lastig zijn voor een lexicograaf. Ja, nou ja, dat is de afgelopen 20, 30 jaar al ontzettend veranderd. Bedenk dat we toen ik in de jaren 80, eind jaren 80, ging werken als woordenboekmaker. Toen hadden we alleen nog maar kranten en fiches op papier. En kon je bijvoorbeeld de krant helemaal niet digitaal raadplegen. Er bestonden nog nauwelijks grote tekstcorpora waar je snel in kon zoeken. Dus we zien dat de taal ook heel erg uitgebreid is. Dus het is een mer à boire geworden, ook voor de woordenboekmaker, om te selecteren uit het enorme aanbod van woorden en uitdrukkingen die we tegenwoordig aantreffen. Van welke beschrijf je wel en welke beschrijf je niet. Het is enerzijds veel gemakkelijker geworden, het maken van een woordenboek, doordat je zoveel informatie digitaal beschikbaar hebt. En anderzijds stelt het ons ook wel weer voor nieuwe vragen van hoe ga je daarmee om met die diversiteit? Maar het is tegelijkertijd ook heel erg leuk om te zien dat niet alleen de maatschappij dus diverser geworden is, doordat er heel veel verschillende soorten activiteiten, economische activiteiten zijn en manieren om je te ontspannen bijvoorbeeld. Maar het is ook heel erg interessant om te zien dat dat doordringt in onze taal. En dat er dus ook een hele grote diversiteit aan woorden bijgekomen is. Waardoor je in staat bent om de huidige werkelijkheid toch weer heel goed te beschrijven. Nou ja, goed. En daar dient een woordenboek natuurlijk ook voor. Dat mensen daarin kunnen opzoeken en vinden. Wat een woord betekent dat verwijst, dat ze aantreffen in de werkelijkheid. En dat dus verwijst naar een nieuwe stand van zaken die ze nog niet kennen. Zeker. Er was een hoop te doen ook over de grote hoeveelheid Engels in de dikke Van Dalen. Japke Dijkbouma heeft daar een column over geschreven in NRC en in de Standaard. Ze heeft ook bij de presentatie van de dikke Van Dalen heeft ze die column ook voorgelezen, een praatje noemden ze het. Ruud, hoe kijk jij aan tegen die volgens mij 1000 nieuwe Engelse woorden in de dikke Van Dalen van de 10.000? Ik sta er niet van te kijken. Want als linguist, ik ben echt een taalkundige van opleiding, dan leer je dat ongeveer 10% van een woordenschat altijd op elk moment in de ontwikkeling van het Nederlands van buitenlandse afkomst is. Dus het is helemaal niet zo vreemd dat er nieuwe woorden uit een andere taal in het Nederlands binnenkomen. En of dat er nu 1000 zijn op 10.000, sommige mensen zullen zeggen dat is veel, maar het is wel ongeveer het percentage dat wordt aangehouden door mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan, als van dit is een normaal aantal anderstalige elementen in een taal. Want als je het zo bekijkt, mensen zeggen wel vaker, staat veel Engels in het woordenboek, maar ongeveer 4% van het woordenboek heeft een elementje in de gegevens staan waaruit blijkt dat het Engels is, of van Engelse afkomst is, of een leenvertaling uit het Engels. Dus zo overdreven veel is dat ook niet. Hè? Dus, en wat daar dus nog in meespeelt, 4%, je kunt erover discussiëren, is dat nu veel of weinig. Maar
wat je ook wel ziet, is het zijn ook altijd wel woorden die in een bepaald domein thuis horen. Je ziet dat ze vooral in de economie, uit de technische sfeer komen, uit de reclamewereld. Maar eigenlijk in de gewone huistuin- en keukentaal zit er niet zoveel Engels. En dan kun je zeggen, ja, maar waarom neem je die Engelse woorden dan op? Waarom doe je dat dan? Wel, juist omdat je ze soms wel eens aantreft. En als je ze zelf niet gebruikt, dan moet je kunnen opzoeken wat ze betekenen. Als iemand mij dat verwijt met een groot woord voor de voeten gooit, kijk, er staat te veel Engels in, dan zeg ik meestal, ja, maar dat is niet onze schuld. Dat is de schuld van de taalgebruikers. De taalgebruikers gebruiken dat Engels en wij als woordenboekmakers, Ton zei het daarnet ook, wij observeren de taal en beschrijven de taal. Mensen vergeten vaak wat een woordenboek is. Een woordenboek als de Dikke Van Dalen is in de eerste plaats een verklarend woordenboek. En wat betekent een verklarend woordenboek? Wel, het woord zegt het zelf. Het is een woordenboek dat verklaart wat een woord betekent als je het zelf niet weet. Dus dat is nu juist de taak van het woordenboek, om al die woorden die de taalgemeenschap gebruikt en die toch wel, laten we zeggen, in de algemene taal voorkomt, waar de gemiddelde taalgebruiker mee in contact kan komen. Wel, ja, het woordenboek moet dat verklaren. Als je het woord niet kent, moet je het daarin kunnen opzoeken. En als je wilt dat er geen Engelse woorden in het woordenboek komen, ja, dan moet je tegen je medeburger zeggen dat hij die niet mag gebruiken. Ja, zo eenvoudig is het. Ja. Ton, heb jij een idee waarom die Engelse woorden zo aantrekkelijk zijn voor de Nederlandstalige taalgebruikers? Nou ja, weet je, je ziet natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog is er een hele grote invloed geweest van het Anglo-Saxische taalgebied. Misschien heeft dat ermee te maken dat de Engelsen en de Amerikanen Europa hebben bevrijd, of mede hebben bevrijd. Maar hoe dan ook zijn wij ons na de Tweede Wereldoorlog erg op dat Anglo-Saxische taalgebied gaan oriënteren. Zowel politiek als economisch, als voor ons entertainment. Bedenk dat iets als televisie is dateert van na de Tweede Wereldoorlog. En die televisie was eigenlijk in de jaren 60 en 70 al behoorlijk beïnvloed door series uit het Engelse taalgebied en uit Amerika. Peyton Place, Archie Bunker. Dat waren allemaal series die we allemaal bekeken. Dus we zijn ook voor ons entertainment hebben we ons erg gericht op vooral het Engelse en Amerikaanse cultuur, op de Engelse en Amerikaanse cultuursector. Dat geldt ook voor de films bijvoorbeeld en voor de muziek, de popmuziek. Nu vinden we vaderlandse liedjes weer heel erg mooi, maar ik herinner me nog uit de tijd van De Zangeres Zonder Naam dat toch tamelijk werd neergekeken op het Nederlandstalige lied. En we hadden een grote voorkeur voor de nummers van de Beatles en de Rolling Stones enzovoort. Dus door al die invloeden, dus economisch en op het gebied van entertainment, zijn we erg vaak geconfronteerd geraakt met Engelse woorden en uitdrukkingen. En ja, die sluipen er dan geleidelijk aan in onze taal. En dan moet je bedenken dat we aan het einde van de 20e eeuw, heeft dan nog eens een zetje gekregen dankzij de ICT, de communicatietechnologie. Want het internet, dat komt natuurlijk ook eigenlijk uit het Anglo-Saxische taalgebied. En aan het einde van de 20e eeuw hebben we ook heel veel Engelse woorden overgenomen die daarmee te maken hebben. Dus met het web en met het net en het internet en met de computerisering. Ook computer is natuurlijk een Engels woord van oorsprong. Al beseffen we dat nauwelijks misschien meer. Maar ja, zo'n woord als computer zou je dus absoluut niet in het woordenboek willen missen. Ook al is het een Engels woord. Simpelweg omdat we het dagelijks gebruiken. Ja, eigenlijk zeggen we Engels is alomtegenwoordig. Dus het is niet zo gek dat daar woorden van in onze taal doordringen. Ja, en eigenlijk valt het misschien nog wel mee hoeveel Engelse woorden en uitdrukkingen in onze taal terechtkomen. Kijk, er worden wel heel veel Engelse woorden en uitdrukkingen gebruikt op de werkvloer bijvoorbeeld. Maar veel van die woorden, die worden maar heel tijdelijk gebruikt en dringen uiteindelijk niet door in de krantenkolommen. Waardoor wij ze misschien wel zien, maar uiteindelijk niet eens opnemen in het woordenboek. Omdat we zien dat die woorden ook weer heel snel verdwijnen. Dus echt de modieuze woorden, modieuze woorden die maar heel kort worden gebruikt en binnen een heel beperkte groep, die komen uiteindelijk niet in het Dikke Van Dalen. Want we selecteren natuurlijk wel degelijk welke woorden wel en niet in het woordenboek
terechtkomen. Ook woorden uit Engelse taal, of uit Engelse taal. Ja. Ruud, moeten we ons zorgen maken over het Nederlands? Absoluut niet. Absoluut niet. Het Nederlands is een zeer levende taal. Die zeker zal veranderen in de komende jaren. Maar we blijven gewoon Nederlands spreken. Daar twijfelt niemand aan. En wat Tom net ook zei, die Engelse woorden die zijn er, die neem je over. Maar ik denk dat we er ook ons van bewust moeten zijn dat die invloed van het Engels misschien ook op sommige deelgebieden al veel ouder is dan we zelf denken. Rond de eeuwwisseling, en dan heb ik het over de eeuwwisseling van 1800 en naar 1900, dus het begin van de 20e eeuw, werd er heel wat geklaagd over Engelse terminologie in het voetbal. Waar? Dus omdat iedereen zei, wat een verschrikking. Hè? Die sport komt mee vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het Europese continent. En iedereen heeft daar alleen maar Engelse terminologie voor. En niet te vergeten voor de Vlaamse luisteraars van deze podcast. Voetbalclub met stam nummer 1, dus de oudste voetbalclub in Vlaanderen, heet de Royal Football Club Antwerp. Met een Engelse naam. Dus, en die dateert uit die tijd. En je merkt heel goed dat zelfs, omdat voetbal zo'n populair spelletje geworden is, dat gaandeweg die Engelse terminologie wordt opgegeven en vervangen door Nederlandse terminologie. En zo zie je wel, er komen altijd wel vreemde woorden erbij, maar die verdwijnen weer of worden vervangen door andere of gaan helemaal weg omdat het ding zelf verdwijnt. Hè. Dus we hadden het daarnet over de WAPI, maar ik denk niet dat een van onze luisteraars nog weet wat een WAP-telefoon was. Dus die verdwijnen dan weer en zo kom je dan tot die vaststelling. Hè? Dus dat ongeveer zoveel procent van een taal van buitenlandse afkomst is, maar dat wordt niet bepaald groter of kleiner. Nee. Ton, als we de taal beschrijven in het woordenboek, dan zijn we objectief en proberen we dat zo compleet mogelijk te doen. Maar met citaten ligt dat anders. Dat is toch een plek waar je ook als auteur van het woordenboek een beetje kleur kan geven aan het woordenboek. Hoe is daar op gereageerd? Ja, nou ja, goed. We laten natuurlijk zien dat we ook culturele uitingen in het woordenboek opnemen. Nou zijn dat citaten zijn inderdaad een vorm daarvan. Vroeger hadden citaten een heel andere functie in een woordenboek als nu. Vroeger nam je een citaat op van een schrijver, bijvoorbeeld van Arthur van Schendel of van Couperus, bij een woord in een bepaalde betekenis om te laten zien dat dat woord in die betekenis werkelijk voorkomt en wordt gebruikt. Die functie hebben citaten in moderne woordenboeken niet meer. Simpelweg omdat heel veel van die literatuur digitaal toegankelijk is en omdat je bewijsplaatsen kun je veel makkelijker in een corpus vinden. Dus dat kun je zo vinden als je Google als je een woord in een bepaalde intikt in Google, in een zoekmachine, dan vind je bewijsplaatsen. Dus die functie heeft het niet meer. En eind jaren 90 hebben we toen besloten dat citaten een andere functie moeten gaan krijgen. Ze moeten iets verhelderen over een trefwoord. Ze moeten een trefwoord in een ander daglicht zetten. Of ze moeten iets toevoegen. Ze moeten een aforistische strekking hebben. Waardoor mensen verrast, de gebruiker van het woordenboek, of verrast wordt door de rijkdom van de taal. Ja, en daar kun je heel goed mooie citaten voor gebruiken uit oudere literatuur, maar natuurlijk ook uit moderne literatuur. Dus in de hedendaagse, in de laatste editie van de Dikke Van Dalen staan ook weer citaten van jonge schrijvers. Marieke Lucas Reineveld en dat is een echte jonge schrijver, maar ook, kijk, lexicografen vinden schrijvers van 50 ook al heel erg jong. Dat weerspiegelt dan ook weer heel mooi, denk ik, de rijkdom van onze taal. En niet alleen hebben we citaten opgenomen uit de hogere cultuur, dus uit de literatuur, maar bijvoorbeeld ook uit de liedkunst. Dat betekent dat je dus gevleugelde woorden als mag ik dan bij jou van Claudia de Breij, die vind je nu ook in het woordenboek, omdat die een bepaalde functie hebben gekregen in onze taal. Hè, als je nu ziet met de huidige vluchtelingencrisis, dan wordt dat citaat ook weer regelmatig aangehaald. Al dan niet wordt dat
gebruikt om, om mensen te persifleren, maar ook wel serieus. En kijk, dan moet je dus in een woordenboek kunnen vinden waar zo'n citaat vandaan komt. En kijk, met zo'n modern citaat weet je dat als gebruiker vaak nog wel. Maar er staan ook citaten in uit de jaren 70 en 80. Met de vlam in de pijp, bijvoorbeeld. Dat betekent tegenwoordig heel snel iets doen, hè, met de vlam in de pijp even een briefje tikken. Maar dat komt uiteindelijk uit een lied van trucker uit de jaren 70, denk ik, Henk Wijngaard, die met de vlam in de pijp over de Brennerpas, als ik het me wel herinner, reed. Hè, dus razendsnel met zijn vrachtauto daar over die pas reed. Nou ja, goed, dat is dus kennelijk zo losgezongen van, dat lied, dat dat nu ook in het woordenboek staat. Ja, dat is interessant, hè? Ruud, hoe kom je aan die citaten? Wel, vaak is het je ook laten inspireren doordat je het iemand hoort gebruiken. Gewoon op straat en je denkt van, hey, dit lijkt me toch wel iets dat uit een boek komt of zo. Nu, de populaire liedjes, die ken ik wel, hè? Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, van Ingeborg Sergeant uit Vlaanderen en niet door Miss Montreal uit Nederland oorspronkelijk. Dat zijn dingen die je leest. Ik vind ze ook heel vaak en daar in krantencolumns bijvoorbeeld, van gereputeerde mensen die een vaste rubriek hebben in de krant en die zijn er ook op ingesteld om op een hele spitse manier, aforistische manier, zoals Tom daarnet zei, iets te formuleren. En dat zo'n een column van een gerenommeerde schrijver of een wetenschapper of een econoom zelfs. Dat zijn vaak bronnen van mooie aforistische citaten. Naast dus de grote literatoren. Maar ook, en ik denk dat dat iets is waardoor ook de gewone gebruiker nu ineens merkt, hey, dat woordenboek is echt ook van mij, simpele gebruiker. Ja, van Afrika tot in Amerika, van K3, dat is echt van, ja, dat ken ik inderdaad. Dat zingen zelfs mijn kinderen en dat vind ik nu in dat woordenboek. Het is niet het woordenboek van de toplaag van de taal, maar het is echt een woordenboek van ook de gewone huistuin- en keukentaal, van de jongerentaal zelfs, misschien zelfs een klein beetje straattaal, maar het is gewoon het woordenboek van iedereen, hè, zoals iedereen spreekt, en iedereen kan daaraan bijdragen aan die talige woordenschat. En dus ik denk dat dat wel een belangrijk kenmerk is van die dikke vandalen. We zeggen altijd, je moet erin kunnen opzoeken wat je zelf tegenkomt tussen geboorte en dood, maar het is ook van wat je zelf zegt tussen geboorte en dood, of een paar jaar na je geboorte. Ik denk dat daardoor de kracht ook zit van dat woordenboek. Het is het woordenboek van ons allemaal. En sommige mensen slagen erin om iets op een aforistische manier te zeggen. En die mogen dan een plekje krijgen in dat woordenboek. En wat me telkens ook weer opvalt, is dat die mensen daar heel erg blij om zijn. Ja. Ik denk dat we dat als hoofdredacteuren soms wat onderschatten, wat dat met zo'n auteur doet door opgenomen te worden in dat woordenboek. Dus wij hebben het, ja, Ton en ik, wij hebben echt wel het voorrecht en ook de opdracht om in dat woordenboek te schrijven. En ik denk dat we soms te weinig daarbij stilstaan dat wij daar heel unieke Nederlandstaligen mee zijn. Er zijn niet zoveel mensen die in dat woordenboek mogen schrijven. Iedereen mag erin lezen, maar daarin schrijven, zo zijn er niet veel. En ik denk als je dan als literator, als auteur ineens merkt van, ik sta hier nu in. Dat doet echt veel met die mensen, is mij opgevallen. Ze beschouwen dat als een erkenning van hun kunnen. En dat betekent voor die mensen die ademen taal, hè, van 's ochtends tot 's avonds, dat die dan ineens zeggen van, we staan nu toch maar in de Vandalen. Hè, dus voor hen is dat een soort, ja, ik denk misschien nog belangrijker dan de Nobelprijs voor de literatuur. Want dit moet je met een korrel zout nemen. Zeker, nou, maar we hebben het gezien bij de presentatie van de Dikke Vandalen, ja. Claudia de Breij en Brigitte Kaandorp, die dat geweldig vonden. Dat is leuk, dat is natuurlijk erkenning.
Ja, en het is natuurlijk ook belangrijk hè, dat het vastgelegd wordt. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat een uitdrukking als van Afrika tot in Amerika, dat in onze taal toch een eigen betekenis heeft gekregen, namelijk overal. Dat over 30 of 40 jaar, als niemand meer weet wie K3 was, als dan toch nagezocht kan worden in het woordenboek waar die uitdrukking vandaan komt. Of waar een uitdrukking als de leuke dingen voor de mensen vandaan komt. Of harder dan ik hebben kan. Dat zijn allemaal relatief nieuwe uitdrukkingen die we inderdaad te danken hebben aan cabaretiers of zangers, tekstschrijvers, tekstdichters. En er komt natuurlijk een moment dat die tekstdichters misschien zelf, of dat die plaatjes niet meer gedraaid worden, die cabaretnummers niet meer te zien zijn op YouTube. Maar dan willen we nog wel weten waar zo'n uitdrukking vandaan komt. Ja, eigenlijk kun je dus zeggen dat deze editie van het woordenboek en alle edities van het woordenboek ook een soort van bevroren moment in de tijd zijn en een belangrijk historisch document voor later. Uh-huh. Ja, we archiveren de taal natuurlijk ook. Zeker. Ja. Nou heren, alle reden om enorm trots te zijn op die prachtige nieuwe Dikke Van Dalen. Verkrijgbaar in elke boekhandel en bij vandalen.nl en vandalen.be. Hartelijk dank voor deze podcast. Tot ziens. Tot ziens. To marvelous forward. Vond je deze podcast leuk? Vertel het je vrienden of abonneer je via je favoriete podcast app.